Hallo Melfam en welkom terug bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben natuurlijk Melvin en vandaag gaan wij een nieuw horrorspelletje spelen. Een horrorspelletje waarin wij dit keer op zoek gaan naar aliens. Welkom bij They Are Here. Inderdaad, vandaag is weer tijd voor een nieuw indie horrorspelletje. En dit keer is het een horrorspel waarin wij een journalist zijn. Die gaan naar een boerderij, want daar is een gekke ding aan de hand. En er is een of andere alien gespot. Ja, en daar moeten wij evidence voor gaan zoeken. En wij gaan dat doen. Superleuk, we hebben een cameraatje bij ons. Moeten foto's maken. En ik heb er onwijs veel zin in, want het ziet er super vet uit. Maar voordat we natuurlijk naar het spel gaan, wil ik wel even zeker weten of jij geabonneerd bent. Want we gaan langzaam maar zeker richting de 200. Abonnees. En als jij dit een hele leuke video vindt en je wilt meer horror, druk dan even op het duimpje omhoog, want dat zou ik heel erg lief vinden. Oh, wauw, wat? Unexplained phenomena occurred at Grayswood Farm. On the night of August 7th, the Sherman family witnessed bright lights in the sky that moved at breakneck speed over the cornfield. The lights moved in a random direction and at different speeds. After a while, they vanished. The strange behavior in the sky was observed at the same time each night for 5 nights. According to the owner of the farm, all the animals went crazy. The dog became aggressive, tried to attack him and bit him. The children complained that someone was walking under their windows. Farmer Peter Sherman himself, in the field, saw a strange figure that did not look like a man. What is it? Deliberate deception? Drawing attention to oneself? Or a sensation about an alien infestation? Alien invasion. Journalist Taylor Fox, dat ben ik, travels to Grayswood Farm to take a photo and make a report for the local newspaper. Start! Ik ben heel erg benieuwd. Dit gaat zo onwijs gaaf voor mij worden. Ik weet niet. Het zag er gewoon goed uit. En soms heb je van die pareltjes in de indie horrorwereld waarvan je echt denkt, dit is het. En dit gaat er waarschijnlijk zo eentje zijn. Holy damn. Talk to Farmer Peter Sherman. En kijk, dit is ons nieuwsoudertje. Wat leuk. Oh, wat ziet dit er vet uit. Wow, dit is echt heel vet. Ik ben blij dat het duidelijk staat. Oh, moet ik daar een foto van maken? Oh, this is great material for a news report. Oh, ik dacht dat dat sterren waren, maar dat zijn dus geen sterren. Nou, laten we maar doorlopen naar Sherman's house. Ik ben blij dat hij zo'n groot bord heeft neergezet, anders kon ik het echt niet vinden. Oh, daar is het al. Wat mooi, joh. Ook die cornfield. Dat doet me echt gewoon denken aan al die films, die horrorfilms en die alienfilms, waar altijd ook zo'n cornfield aanwezig is. Dat zijn echt creepy plekjes. Hallo? Ik weet niet wat het was. Dat zijn wel echt van die hele enge plekken om naartoe te gaan. En daar hangt een briefje. Dat is denk ik geen goed teken. Oh, wat? Mr. Fox, we made an appointment, but something bad happened. Our daughter went missing. My wife went to town for help. My son and I went to check out the farm. We will leave notes for you and the police in case we pass each other. Be careful. Peter Sherman. Oké, zeer teleurstellend dit. Ik had verwacht dat dit wel wat beter zou gaan. Maar blijkbaar... Blijkbaar zijn ze vertrokken. Nou, laten we maar het huis eens bekijken. Open die deur. Hatsenflats. Oh. Wat een mooi huisje. Een dikke telefoon. Not working. Dat is best wel teleurstellend. Wat hebben we hier nog meer in het huisje? Een koelkast. Op de meest gekke plek ooit. Waarom is de koelkast niet in de keuken? Dit is toch vet onhandig? Hallo, koelkast. Oh, wat leuk. Is dat zo'n gezinnetje? In de foto, members of the Sherman family. Nou, ik vind het een leuke familie. Wat hebben we hier nog meer? Aan het hiken. Check dat. Wat vet. Oh, wat super grappig. Wat hebben we hier nog meer? We hebben hier nog een deur. Die op slot zit. Dat is jammer. Ik denk dat we de krant moeten pakken. They are here. Oh, wat een mooie naam. Mystery sky object seen here in Orono. Ooh. This old newspaper has information about UFOs and crop circles. These phenomena have been seen throughout the state for a long time. Why I never knew about this. Ik zou het ook niet weten. Ik ken ook niet deze krant. Maar er is dus blijkbaar een hele krant voor aliens. Je zou maar een alien zijn en die krant tegenkomen. Dat zou gewoon echt super leuk zijn. Ik vraag me ook af of andere planeten dan nieuws hebben over ons als aliens. They are here, humans. Sorry, dat zie ik gewoon voor me. Laten we eens verder kijken. Is er nog iets in deze keuken? Nee, helemaal niks. Laten we nou maar naar boven gaan. Misschien vinden wij wel gewoon de dochter. Opeens hier. Oh, wat cute.
members of the Sherman family. Ja, die hond is wel echt de beste member ooit. Ik wil weten hoe die heet. Ik hoop dat ik er nog achter ga komen hoe die heet. Kijk dan, hoe cute. Ik vind het echt leuk hoe we een beetje in de Sherman's family komen. Met wat ze allemaal doen en zo. En wie ze allemaal zijn. En hij is helemaal geobsedeerd door aliens, joh. Foto from the internet. Perhaps Peter Sherman saw something familiar. It looks creepy. Ja, inderdaad. Ah, gadver. Is dit niet die foto van Area 51? Dat er dan zo'n foto was gelekt en dat was dan een alien. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben meegemaakt, maar dat was toen altijd echt zieke internethype. Maar check dit. Dit zijn echt creepy foto's. Waarom denken wij ook dat aliens er zo uitzien? Ik vraag me echt af waar de... Dit is ook echt een creepy foto. Waar de allereerste alien foto ooit vandaan komt. Dat vraag ik me echt af. Wie heeft dat ooit verzonnen dat een alien er zo uit moet zien? Check dat. Found my old diary. How could I forget it? When I was 15 years old? Serieus? Today was the most exciting and scariest day of my life. I saw the aliens. My parents think I am lying, but it's true. I was fishing from an abandoned pier on the river. Suddenly, I was deafened by a roar coming from behind. I turn around, very low above the ground. A huge disc with four flashing lights or windows was hovering. I felt a punch that seemed to throw me into the air. I froze there as if zero gravity. Everything around me became blindingly bright, and I seemed to lose consciousness. I remember seeing three aliens with gray skin and big eyes. Gewoon drie aliens. Nee, niet eentje, maar gewoon drie. Ik had in mijn broek gepoept. I was placed on the table, as if I was welded to it. They were standing over me. It seemed to me that they communicated with each other telepathically. Het liefst knip ik dit eruit, maar ik weet gewoon even niet hoe ik het moet uitspreken. Then one of them came over and did something to my head. I don't remember anything else. I woke up on the pier later in the evening and barely made it home. My head was buzzing and I walked home as if a delirium. When I got there, I found several cuts on my body and two small, very smooth holes behind my ears. What was that? Serieus? En dit is van... Nee joh. Zou... Oh, daar moet ik een foto van maken. Oh, wow. Oké. Ik denk dat hij... is ingeplant met iets. En dat daarom de aliens nu terug zijn gekomen. Oh jongens, dit is niet goed. Wat is dit? Allemaal bier en een computer. Hij heeft daar een video en hier ligt nog een papiertje. Oh, damn joh. Wat een lang papiertje. I've learned a lot about these things. They are called the Greys. These are not the little green man, but big, creepy and dangerous creatures. Basically, they can be described in the following way. A large head, disproportionate to the body. No hair, bottomless black eyes, gray skin, long thin limbs. Ja, dat klinkt als een dangerous en creepy creature. Oké, ik heb het gelezen. Als je wil, kijk op pauze zetten aan het lezen. Maar nadat die aliens er zijn, is het heel agressief. Krijg je een bloedneus. En letterlijk het verhaal wat hier bij deze farm is gebeurd, zeg maar. En mensen hebben soms hele vage herinneringen ervan. Van wat er is gebeurd. En zelfs met een gekke dikke naald in hun huid. En dat is toch wel echt het meest enge. Staat er nou iemand? Ik heb het gevoel dat daar wat staat. Of ben ik nog gek? Ik weet niet, we gaan wel terug. Wat hebben we nog meer in dit huis? Want ik ging gelijk deze kamer in en ik vond echt bizar veel informatie. En dit is de... Oh, kinderkamer! Oh, varkentje en dingetje. En wat is dit? Wat? It looks like this drawing was made by the missing daughter of the farmer. The paper is painted on both sides. Ja, nou, op wat voor manier, man? Hallo, shitje. Dan ligt hier nog een briefje. This is my daughter's room. During the night, I heard a strange noise. When I came in, she wasn't in her bed and the window was wide open. I'm sure she was abducted by those things. Shit. Oh, dit meen je niet. En dit is dan een foto van onze dochter. Dit is niet goed. Oh mijn god. Oh mijn god, dat vond ik echt zo creepy. Oh, moet ik nou... Nee, ik wil eigenlijk gewoon terug naar mijn nieuwsauto. Hallo? Oh, wat... Wat is dit? Hallo? Nee, ik heb...
echt heel veel kippenvel. Oh, we moeten wel. Ik moet wel gaan. Hallo, ik kom hier in vrede en ik ben benieuwd wat hier gebeurt. Zijn de aliens hier? Oh, de stoel is omgegooid. En die deur is open. Die was net niet open. Hallo? De tv staat aan. Oh, ik vind het echt heel eng. Liggen hier nog wel foto's? Wat? Dode dieren van de animal, van de farm. Nog meer dode dieren. Ah, gadver. Die heeft trouwens echt heel lang daar gelegen. Of is die opgegeten door de aliens? Ik weet het niet. Wat hebben we hierachter? Een badkamer. Wat staat hierop? Oh, dat is de farmer's note. As a child, headaches began to bother me. They torture me to this day. I went to the doctor dozens of times, but no one could explain the reason for the... Oh, ja. Dit is natuurlijk wat die gaten achter zijn oren hebben gedaan van de aliens. Now understand why the doctors could not determine the cause of the migraine. Sounds for simple abduction. I only remember the alien abduction when I found my old diary. Dat is toch gek dat je dat dan vergeet, maar dan toch nog een keer achterhaalt. Hier, I'm sure they've implanted something in me. Some kind of transmitter or implant. Because of this, I forgot everything. I definitely decided that I would get it. Oh, damn. Oh, wat? A jar with a little strange device. Oh, heeft hij het eruit zichzelf gehaald? Ik denk dat dat is gebeurd. Die boer heeft het uit zijn eigen gehaald en daardoor zijn de aliens nu boos. Hij heeft de aliens boos gemaakt. Nou, ik weet niet of dat een hele slimme keuze is. En wat is dit? Een videoband. Wat de heck gebeurt hier? Is dit nou een film over aliens? Ik vind het wel leuk om te kijken zo. Wat gaan we hier krijgen? Hallo. Dit is voor mij echt een hele ouderwetse film of zo, of niet? Die vrouw ook van, wat vliegt daar? Oh, pas op mevrouw. Ik weet niet wat er aan de hand is met de beelden, maar het ziet er niet goed uit. Wat de heck? Is dit nou serieus de kwaliteit van deze film? Ik heb vroeger ook nog wel op van die VHS videobanden iets... Wat? Ach, gadver, wat is dit? Ik wil niet verder. Hij gaat rewinden. Oh, dit is net zoals een ouderwetse videotape. Wat ik wilde zeggen, ik heb hier vroeger ook wel shit op gekeken. Wat nou als ik hem opnieuw erin doe? Oh, dan krijgen we dezelfde video, of niet? Oké, ik heb dezelfde video afgespeeld. Dat moet ik maar niet nog een keer doen. Wat is mijn objective? Heb ik een objective? Moet ik hier gewoon weg of zo? Moet ik gewoon terug naar... Dat zag ik. Er was hier een alien of zo. Of was jij het? Hallo meneer? Allemaal magisch. Moet ik nu gewoon terug? Oké. Is niet best. Dit is niet goed. Ik ga wel gewoon naar mijn auto toe, want er is iets met mijn auto gebeurd. Ah! Oh, ik vond het zo eng dat geluid. Oh mijn god, er is hier een alien. Shift to run to the car. Oké, shift to run to the car. Auto, kom op. Ga je weg. Oh mijn god, wat moet ik nu doen? Hallo? Oh, de auto staat niet. Kom op! Oh, nee! Oh, wat de heck? Oh. Mijn. Nee. Wij krijgen ook abduction. Dit is niet goed. En nu? Wat de heck? Hallo? Mijn auto staat nog steeds niet. Dit is niet goed. Wat? In the full game, you will find the large territory of Greywood's farm and the full story of alien abduction. Add the game to your wishlist so you don't miss. Dit was... super ziek. Dit spel zag er goed uit. Het was echt een leuk pakkend verhaal. Misschien was er iets te veel...
Maar het was echt heel creepy. Ik vond dit echt heel eng. Ja, druk op dat duimpje omhoog. Als jij in aliens gelooft, I don't know. Abonneer op mijn kanaal. Klik hiernaast op een andere video. Druk op dat belletje natuurlijk. Dan ben je op de hoogte van al mijn superleuke horror. Bedankt voor het kijken. En dit was echt heel erg goed. Ja, ik ga nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is... doei mensen!